De Fugetta over Wir glauben all lijkt op het eerste gezicht gewoon een klaverzimbelstuk. De manier waarop bepaalde toonladderfiguren geschreven zijn, maar vooral het gebruik van de, ja, zeg maar de Franse ouverture, gepuncteerde Franse ouverture-ritme. Babam, babam, tadam. Dat ritme. En dat komt heel veel voor in klaverzimbelwerken van Bach. Dat was een zeer moderne stijl. Uit Frankrijk geïmporteerd, zou je kunnen zeggen. En ook door Bach toegepast in het allereerste stuk van de Dritte Klavierübung, het preludium. De uitwerking is zo typisch voor klaverzimbel dat ik het erg leuk vind dat het nou in een zeer duidelijke orgelverzameling en dan ook als fugetta over de geloofsbelijdenis gehanteerd wordt door Bach. En je zou toch wel kunnen zeggen dat je dus op gezag van Bach misschien niet zo stringente scheiding zou moeten aanbrengen tussen dat is voor orgel en dat is voor klaverzimbel.